Okie dokie, daily challenge tijd. Ha. Kijk wat een mooie zilveren strik we hebben. Oh. Als ik dit soort dingen zie, dan ben ik vrij van overtuigd. Behouden ook. Oh no. Wat een plek om te beginnen. Zie ik andere mensen? Nee. Dan zou ik heel erg naar Kenia of Oeganda neigen. Ietsje meer naar Kenia dan Oeganda, omdat Oeganda is een nationaal park. Dus ik heb het idee, als het dat is, dan gaan we dat nog wel zien. En anders denk ik dat het Kenia moet gaan zijn, denk ik. Dat lijkt me de meest logische. Oeh, dat zijn huizen. Ja, dat drijft het wel iets verder naar Kenia toe, inderdaad. Gaan we gewoon lekker voor Kenia. Nou, maar ben ik eerlijk, dit zou alsnog Oeganda kunnen zijn, maar mijn ervaring zegt mij dat dit zeer waarschijnlijk Kenia is. En ik heb voor de rest echt geen idee in welk gedeelte van het land ik dit zou moeten zoeken. Was dat gewoon een hout dingetje of was dat? Dat krijg ik niet eens te zien. Ik dacht dat het misschien een wegwijzertje of zo was. Maar het zou ook gewoon een boompje kunnen zijn. Een dood boompje. Want die zijn er hier wel meer zo te zien. Wat een coverage om mee te beginnen, zeg. Jezus. Maar ook gewoon niks te zien voor de verder rest, hè. Gewoon wat huisjes heb ik gezien met een boerderijtje en that's it. En voor verder is gewoon niks. Maar ook echt helemaal niks. Het is echt gewoon, ja. Dit is niet een goede locatie, vind ik. Oh, zeker als je wilt pinpointen, helemaal niet. Tenzij je deze locatie kent, dan wat? Wat? Hoe is dat? Wat? Ah, silver streak. Here we come. What the fuck? Hoe is dat de locatie? Ja, sorry, maar dat is echt gewoon. Dat is net zoals dat je. Ik weet niet of die er nog in zit hoor, maar er is in Rusland was er een locatie dat je gewoon in een dorp werd geplaatst. En een dorp met onverharde wegen en zo. Wat op zich helemaal niet erg is. Hier trouwens rechts, dus dat beperkt gelijk het aantal landen. Dus ik dacht dat ze links reden met mijn domme hoofd, maar het is duidelijk rechts. Maar dan kon je, uit dat dorp kon je ook gewoon niet uit. Je had één weg. Het was wat zand. En that's it. En good luck finding it. Dat ik zoiets had van, maar waarom? Of een bosweg die ik een keer gehad heb. Waarbij, ja, er zijn genoeg voorbeelden waarvan ik zeg van, ja jongens, het is gewoon. Terwijl je heel goed kunt werken met locaties en
Dit gaat ergens in Europa zijn waarschijnlijk. Ik ben helemaal afgeleid door al die andere shizzle. Roemenië misschien, Hongarije. Als ik dit zie, dan is Hongarije best wel een goede keuze, denk ik. Maar ik wil graag een port zien, maar ik ben volgens mij de verkeerde kant op gegaan, want ik zie gewoon geen helemaal nul info, nergens. En dit zijn van die dagen dat ik dan zoiets heb van misschien moet ik dan toch maar de Bollard metal leren, want ik heb het idee dat soort dingen bij dit soort dingen helpen. Maar goed, de vrachtwagen zegt mij voorlopig dat dit Hongarije is, maar goed, een vrachtwagen kan natuurlijk overal vandaan komen. Hoe vaak hebben we al niet Duitse of Franse vrachtwagens in Rusland aangetroffen, weet je? Dus, of, nou ja, om nog maar een ander voorbeeld te geven. Die ene in die New Yorkse... het is inderdaad wel... Oké, dat maakt me geen reet uit. Chili, Peru, jongens, wat een locaties vandaag zeg. Mijn hoofd wil het echt niet aan op dit moment schijnbaar, want wie roept nou zelfs dat dit Bhutan kan zijn misschien? Ik denk het niet, maar... Ik zit aan... In ieder geval... De eerste roep is naar Zuid-Amerika. En daarna richting Bhutan. En wat kan ik nog meer in handen, in hoofd hebben? Ik had er net nog eentje, want ik dacht, oh, dat kan zo ook nog wel kunnen. Dan ben ik het uit mijn hoofd verloren. Oh, Lesotho. Lesotho. Maar, één voordeel. Chili, Lesotho en Bhutan liggen gelukkig niet naast elkaar. echt. Wat een... Oké. Okay. Ik ga ervan uit dat deze mij in ieder geval kan gaan vertellen. Oké. Okay. Nou, die vertelt mij inderdaad dat dit waarschijnlijk Zuid-Amerika is. Wat waarschijnlijk betekent dat dit zeer waarschijnlijk Chili is. Wacht. Ja, daar heb ik echt heel veel gekriet aan. Op dit moment moet ik gewoon meer gaan zorgen dat mijn zilver streak niet doorbroken wordt door een bronzen. Echt. Ik heb echt het idee. Nou, weet je wat het is? Kijk, gisteren ging het niet heel fantastisch. Maar ik heb wel het idee dat ik afgelopen week een aantal gewoon goede rondes gehad hebt, maar dan gewoon één ervan tussen waarvan je zegt van ja, wat de hel. Weet je? Net zoals die Spanje-Roemenië. Ik heb er volgens mij een paar in Rusland gehad en eentje in Groenland gehad. Weet je, dat spul helpt allemaal niet. We zullen zien, want waarschijnlijk is het dan Bolivia. Echt. Oh ja, nee, lekker. Suburban America. Oh my god.
Nee. Ik weet het echt niet. Dit. Wordt die weg gezet. Er is geen weg meer. Ik dacht dat dat het bos in ging. Had ik even mis. Oké. Kost het natuurlijk. Deze kant op. Het zou zelfs ook nog. Kan het, nee, wacht, we hebben net al meer kansen gezien. Dus nee, het is niet. Ik haat dit soort wijken. Jezus. Oké. Dat lijkt de uitrit te zijn. Fantastisch. Myers. We hebben een Iowa automatisch. Hè? Ik bedoel. Ik durf niet te zeggen of dit Iowa is, maar op dit moment neem ik echt iedere strohalm, of in dit geval een maishelm, grijp ik aan als zijnde van. Dan moeten we dat maar gaan checken. Excuus, sorry. Ik heb echt geen idee wat. Kijken. New Jersey. Mommert. In ieder geval een goede staat. Ja, dat is wel iets. Daar ben ik wel blij mee. Is Delaware trouwens, volgens mij. Nou, we hebben in ieder geval een goede staat. Daar ben ik al heel blij mee. Dat is al iets. Dit lijkt me. Ja, Zuidoost-Azië te zijn. Dan moeten we alleen even ontdekken wat. Filipijnen valt eigenlijk bijna gelijk wel af. Dit zou richting India slash Sri Lanka wijzen. Dat zou heel erg naar Sri Lanka wijzen, wat mij betreft. Maar ik heb ze al eens eerder door elkaar gehaald, dus wat dat betreft. Durf ik dat niet met 100% zekerheid te zeggen. Maar. Dit zou wel eens inderdaad. Ik zeg, dit moet toch eigenlijk bijna wel Sri Lanka zijn. Zou je denken? Zou je denken? Dat zou je denken, maar ja. Moet even kijken of het zo is ook. Ik hoop het, want dan wil ik checken. Dan heb ik voorlopig in ieder geval de Silver Streak die doorgaat. Ik denk trouwens dat ik hem sowieso nog heb, want volgens mij is de afscheidslijn op 12.500. Dus dan zou het sowieso al goed moeten zijn. Het is echt gewoon. Het is echt gewoon ronduit. Colombo, ja, het is.
Inderdaad, Sri Lanka. Ik zal misschien ietsje dichter bij Colombo in de buurt zetten. Maar echt, wat een ronde, zeg. De laatste twee waren nog wel. Nou, dan valt het nog wel mee, hè, eigenlijk. Want uiteindelijk heb ik in Hongarije nog een bord gevonden. En bij deze twee is het ook vrij duidelijk waar het is. Bij deze en de laatste. Maar met name die eerste, dat was gewoon echt. Oké. Perfect, zou ik zeggen. Goed gedaan. 17 is niet een fantastische score, maar. Ja, dat was eigenlijk al overboord na de eerste, dus ja. En dan komt Bolivia er nog eens overheen dat het niet Chili is, dus ja, dan. Dat is al helemaal voorbij. Hey. Hey. Nou. Morgen nieuwe kansen, nieuwe ronde. Tot morgen.